Met de aangekondigde protocollen mogen de kantoren voor kansspelen wederom hun deuren openen. In de protocollen zijn niet alleen preventieve COVID-19 maatregelen opgenomen, maar zijn er ook instructies voor de directie, het personeel en de bezoekers. Ashwin Surjbalizin, directeur van Suribet, zegt dat zijn bedrijf heeft meegeholpen om de protocollen te ontwikkelen. Daarom let hij extra op de implementatie en naleving van deze maatregelen. Surjbalizin geeft aan welke voorzorgsmaatregelen gelden bij zijn bedrijf. We beginnen vanaf het handen wassen. Dat geschiet buiten. Er is een wasbak. En er is ook een automatic sanitizer dispenser. Er is ook een automatische temperatuurmeter die niet alleen je temperatuur meet, maar ook je een alert geeft wanneer je geen mond- en neuskap op hebt. Dus dat zie je gelijk. Daarnaast vindt er een registratie plaats van elke persoon die naar binnen komt. Het wordt digitaal opgeslagen met foto, temperatuur, tijdstip, hoe laat die persoon in en uit is gegaan. Toch? Deze wordt ook gecontroleerd door de security guard. Want zodra hij de alert geeft dat hij boven 37 graden is of als hij op rood is, gaat de security direct zo'n persoon stoppen. Loopt echter deze persoon dan nog door de checkpoint, heeft de cashier ook een overzicht op zijn of haar scherm van dat deze persoon op een hoge temperatuur door is gelopen naar binnen. En zo'n persoon wordt er buiten gezet. Het kan echter soms zo zijn dat bijvoorbeeld door de felle zon of je hebt gelopen en naar binnen komt even te hoge temperatuur vertoont, zal je even een tweede check moeten doen. Na 2-3 minuutjes onderbreking, dan kom je weer meten en indien het normaal is, mag je naar binnen komen. De Gaming Board Suriname is de instantie die namens de overheid toezicht en controle uitvoert op kansspelen. Directeur Mauro Tuur roept een ieder op zich te houden aan de protocollen en de COVID-19 maatregelen. Alleen zo zullen we naar een COVID-19 veilige situatie kunnen gaan. We zitten met een economisch probleem natuurlijk. Vele sectoren kunnen niet draaien. Vele mensen, en het zijn allemaal onze familie, broers, zusters, neven, die zonder inkomen zitten. Dus we moeten allemaal werken dat we ons houden aan die protocollen. Laten we niet voor de winkels staan zuipen. Ja? Laten we de instructies van de overheid gehoorzamen, zodat we makkelijk en sneller naar die nieuwe situatie terug kunnen gaan. Mauro Tuur, hij is directeur van Gaming Board Suriname. Hij sprak gisteren in het COVID-19 journaal. Suribet is het grootste bedrijf voor kansspelen in Suriname met honderden retailers over het hele land.